Take one. Oh my god. La-di-da. Waarom krijg ik niks open? Oh my god. Oh, oh my god. Whatever. Welkom bij een allereerste unboxing video samen met... Hey. Ik ben Astrid. Hey. En Larissie. Oké, let's do this. But first things first. Boos. Boos. We moeten wel een keer klinken op onze eerste video. Ja, op onze eerste video. Restje uit de koelkast. There you go. Er zijn een bubbels in, het is oké. Ja, het is oké. Oké. Cheers. Ja, cheers. Cheers! To the unboxing. Mm. Lekker. Okay. Eerste doos. Oh, niks. Ze gaan van maar niks eigenlijk. Oké, persberichtje. Oh, waterproof mascara. Perfect. Pink. Perfect, als het warm is. Zalig. Is dat zalig? Oh my god, ja. Zit daar een beetje op mee. Oh, I feel like Beyoncé. I'm sweating like a sinner in okay. Church. Wacht hé. Veel, het is veel. Ik heb blauwe, paarse, zwarte, bruine masker allemaal. Fuck! Oh my god. Oh my god. Dat is holographic volgens mij. Of is dat gewoon... Dat is... Wat is dat? Lippenstift? Ja, dat is lippenstift. Wat doet dat dan een keer op je lippen? Oké, wacht. Zo, dat, maar nu mag ik wel echt niet zien. Zo op je tanden. Ja, nee. Very sexy. Oh, volgens mij hadden jullie zweetruppels op mijn voorhoofd zitten. Oh my god, check hoe donker dat is. Dat is nog een stukje. Maar je moet een dikkere laag doen. Minuut? Nee, dat moet je opbouwen, Lars. Dat moet je opbouwen. Gorgeous! Ja, zijn mijn tanden nu wit? Mm-hmm. Extra light. Ik vind wel, dat past wel nog bij je zo donker. Omdat je zo'n donkere huid hebt, past het beter. Pretty! Pretty! Oké. Okay. Oké. Okay. Next! Next! Oh my god, dat is epic! Wat is dat zelfs? Ik denk dat dat zo mag je zien. Your lip boost system. Oh, ik had dat moeten doen voor die lippenstift eigenlijk. Whoops. Oepsie. Volgens mij is dat zo'n rollerke waar er mini naaldjes in zitten. Naalden? Ja, maar ja, naalden. Maar heel klein denk ik. Scary. Boost your lips. Nou, bring it on. Ja, ik wil echt wel dikke lippen. Iedere keer als ik zo probeer. Ja, moest ik nu zo'n beetje meer bovenlippen en zo'n lippenstift wel echt super mooi zijn. Blablabla, instructions, kom, doe dat gewoon over. Richtig, maar dat is in Duits. Haha. Dat is een serum voor. Met lipperfection. Dat is in Duits, of wat? Waarom is dat in Duits? Lippenbooster serum. Oh my god. Oh my god, dat is niet goed voor mijn nagellak. Oh god. My god, voor de verpakking! Dat zit nu nog in plastic. Mijn plastic vrij. Dat is jullie, ja. Nee. Plastic is. Nog in een doosje. Dus dat zijn echt naaldjes. Ja. Ik vind dat wel belangrijk dat je dan even de handleiding leest, niet? Zo. Maar kan ik dat gewoon op mijn hand eerst testen? Nee, nee, je moet dat op je lippen doen. Is dat onhygiënisch als je dat nu op mijn hand doet en jij dan op je lippen? Oh my god. Het is like getting a tattoo. Nee, hey, maar dat prikt wel, want ik weet niet, ik heb nog nooit een tattoo gezegd. Zit je? Dat prikt wel. Ja, maar dat is een kaal. I'm in Dutch. Ja, ik wil dat wel testen. Salicylic acid is wel goed voor plumping. Oké, doe dat doen. Gaan we dat doen? Epic. Ja, tuurlijk gaan we dat doen, we zijn weer aan het testen. Hè. Pomp, pomp, pomp. Moet dat veel zijn? Hè? Vragen ze nu een passende mengen voor je lippen? Ik versta het niet, dus ik ga gewoon doen wat er op de afbeelding staat. Toon het even. Nu zitten we al stap 2.
2. Dus ik doe nu even serum op mijn lippen. Mijn voor... Oh, dat brandt. Echt? Ja, dat brandt. Nee. En nu moet je rollen, hè? Dus eerst zijwaarts. Ja, zo. Oké, ik heb stress. Maar nee. Oh. Ja, en aan het rollen. Ober, inner, unter und oberlippen. Ja, dat verstaan. Ja, oké, cool. Ja, dus goed, en... maar het moet meer druk geven, maar ik durf niet veel druk maar geven. En boven. Ik denk wel dat je lippen mooi door bloed zijn al. Maar ik weet niet of dat... Because that's the look we're going for. Mooi door bloed! Het is wel een aangenaam branderig gevoel. Maar doe er nu nog een keer op, misschien dat nu wel in de fik staan. Ja, omdat er... Ja. En misschien krijg je daar nog wel plump lips. Nu heb ik zo'n allergische reactie. Op het treintje moet je met je vinger zo... Zoveel te lang hele druk. Ik heb mega veel op gedaan. Je hebt gewoon een glossy lips nu. Maar... Brandt wel, amai. Beetje. Dit is niet echt een succes eigenlijk. Is white? Ik heb wel het gevoel dat ze vol zijn omdat ze in brand staan en omdat ze prikken. Dus denk ik echt zo... Moeten we dat nu niet afspoelen of zo? Dan stik het erin, dan was het. Oké. Okay. Fuck my god. Oké. Okay. Whatever. Dit is niet ons bureau. Next. Ja. Het is eigenlijk voor Amélie het pakketje. Maar... Thank you, Amélie. We gaan het toch open doen. Ja. Ah, dat is cool. Wat is dat? Dat is die... Ik had dat al gezien, dus daarmee is niet zo'n verrassing, maar... Choose Taste. Dus dat is die Pepsi Taste Challenge. Oh my god, en wij moeten raden. Ik wil dat sowieso weten. Denk ik. Two sips, your decision. Dus. Eén is Pepsi, één is Coca-Cola, denk ik dan. En wij moeten nu zeggen wat dat beste smaakt. Maar ik weet keigoed wat dat Pepsi is en keigoed hier... wat dat cola is. Dat zakt hier zo niet. Waarom? Of we mogen gewoon niet kijken. Dus jij moet er gewoon één geven. Maar we gaan dat samen doen. Ik doe nu alle twee onze ogen toe. Hier is één blik. Maar we hebben dat wel niet in de frigo gezet, dat je niet gaat spelen. Ah ja. Je moet zo pikken. Ah. 3, 2, 1. Ah, dat is echt het beste geluid ter wereld. Ja, en dat is zo warm. Oké, niet kijken, hè. Nee. Waar is mijn blik? Ik heb cola. Fuck, ik dacht dat ik cola had. Echt? Oh my god, dan weet ik het niet. Wat zal switchen? Of heb ik Pepsi? Maar als je kunt vergelijken, dan gaat het wel goed zijn, denk ik. Nee, dit is cola, dit is Pepsi. Nee, dit is cola. Nee, dit is Pepsi. Jij hebt Pepsi? Ja, ik heb Pepsi. En ik heb cola. Ja. Oké, doe je ogen om? Ah, ik had de hele tijd mijn ogen toe. Jij niet? Ah, maar ik was wel echt niet aan het kijken, ik was gewoon naar mezelf aan het kijken. Ik heb niet naar de... Ja, ik zit hier allemaal zitten naar mijn ogen toe. Zie? Maar ja, nu hebben we de challenge, ja. Ja. Misschien hebben we gewoon een smaakpapil. Gewoon een goede smaakpapil. Hoe is het met mijn lippen? En welke vond je nu best? Ja, veel te doen. Oké, veel te test. Maar wel tof om te doen. Ja. Oké, okay, next. Hoe is mijn lippenstift? Ik weet niet. Kan ik spiegel? Het ziet er altijd goed uit, hè. Hier is het meer ingezoomd. Oh no. Surprise. Next. Black box. Fancy. Oeh, black paper. Jij en jou de eerst. Oeh, is dat iets nieuw? Ik ken dat niet. Lord & Berry. Ik ook niet. Een luminizer stick. Oh, is dat geen highlighter dan? Ja. Als het maar blinkt, hè. En is dat dan zo voor op je neus? Is dat dan gewoon voor hier? Ja, maar je kunt dat ook zo laten. Oeh! Zo? Maar ja, dat is niet echt iets. Jawel. Wacht maar even. Oh ja, als je zo van de zijkant. Dat is trouwens een truc van Khloe Kardashian. Als je zelf geen make-up aan doet, maar wel een beetje highlighter, dan zie je er direct veel beter uit. What the fuck, lijkt dat Khloe Kardashian ooit geen make-up draagt? Ja, dat is ook waar. Eyeshadow loose powder. Oeh, maar zo mini. Dat is nog tof. Oeh, het is blauw. Oh, dat is los. Wat zie je daarmee? Overexcitement. Kijk. En dan kun je dat met je borstel.
vind dat niet praktisch. Ja, dat is echt als je een full make-up look wilt, hè? Kijk. Mm-hmm. Het is wel een verschil tussen. Ja, moet je wat dichter, dat je zo je links en je rechts kunt houden. Hangt er gewoon over. Zitten op tafel! Zitten op tafel! Ik stap op neer ook. Oh, kun je dat goed zien, denk je? Ja, dan weet ik niet. Hij zit er dichterbij. Zo, en dan een keer naar boven kijken. Ja, en een keer naar boven en ook een keer toe houden. Oh, het is nog nat. That's what she said. Ik ben wel van, je kunt het super goed opbouwen. Eén laagje is chill, twee laagjes is... Dubbel chill. Nee, is zo meer dramatic en drie is echt going out. Going out and about. Going out and about. Oké. Okay. Tof. Ja, leuk niet merk. Ik ben me niet om wat ik thuis te proberen. Ja, ik ben sowieso wel fan van de organizer stick. Pencil sharpener. Sorry. Maar dat is wel praktisch, hè? Ozo. Next. Dat is... Boost! Oh, oh! Boost! Oei, dat staat hier ook al Hans in dat zeker. Bloemetjes, maar wel schattig met de bloemetjes. Oei, oei, ja. Heel schattig. Alweer. Oeh, het is een fridge. Nee, stuck at the office, enjoy the summer. Oh, nice. Sweet. Oh my god, so many dirty jokes. Ja, dat is een kleine banaan. Kleine banaan, wie het zegt. Het kleine niet eerst, is het grote niet weert. Maar bon. Oh dus. Nee, het is 0% alcohol dit. No alcohol. Why? 5%, is dat 5%? Ja, ja. Oh ja, 5%. Dan gaan we dit drinken. Oké, okay, tof. Oké, okay, dank je. Altijd leuk, Boes. Wat is dit? And we like alcohol. Wat is dat zelfs? Ik weet niet. Als iemand weet wat dat is, maar is dat een tomaat? Ik weet echt niet wat dat is. Hij krijgt een euro van mij als hij erin beet. Is dat geen pech? Dat riekt naar een pech. Ah, maar dat is ook maar pechje. Strassen. Stassen. Er is veel boos in België. I see Mac! Mac? Oh my god, ik weet wat het is. Wat? Mag ik het please open doen? Waarom? Omdat ik denk dat ik weet wat er is. Maar dat is geen verrassing. Nee. Maar doe maar! Hey Astrid! Check hoe cool! Ik had dat al gezien op social media. Dus dat is zo'n pakketje. En dat is speciaal in samenwerking met Tomorrowland. En dat is ook zo met dat symbolje erop en zo. Fancy. Fancy schmancy, hè? Ja. Kijk, dit is een Essentials kit. En dat is zo met dat logotje. Dat is zo'n vlinderknie van Tomorrowland. Ja. Ik vind het echt super cool. Ja. Ja. Maar wacht wel. Dit is toch al super cool? Ja. Ik ben benieuwd omdat jij zo excited bent. Maar weet je waarom dat ik excited ben, denk ik? Echt, hè? Er zitten 4 producten in, maar dit vind ik het coolst. Check, dat is die Prep and Prime, maar in een mini-versie. En wat doet dat dan? Ja, dus. Explain me. Dat is om je make-up te fixeren. Ah ja, oké. Okay. En ik ben vorige weekend naar het trouwfeest geweest en toen heb ik, heel procedure. Primer aangedaan, foundation aangedaan. Toen heb ik dat gespoten. Toen pas heb ik er poeder op gedaan, toen heb ik dat weer gespoten. En dan bleef er dan keihard op zitten. S'morgens ben ik gaan slapen met mijn make-up aan. Sorry. Ja. En dan s'morgens deed die make-up eraf. Ja. En er was nog altijd bruin op mijn watje. En juist had dat verteld. Dat was zo loco. Dat was daardoor. Ja. Allee, dat is mijn trucje, maar dat is dat product maar... in de universie. Sorry. Dus eerst dit, dan uw make-up en dan nog een keer. Ik weet niet of dat eigenlijk de way to go is. Eigenlijk enig je daar gewoon mee. Okay. Moet je dat dan nu niet op je lippen doen? Is dat ook niet gewoon verfrissend? Er zit ook een lipstick in. Oh, het is wel een zalig kleur. Sorry, maar dat is echt perfect red en perfect for me. Ja, nee? Dat is wel echt een cool kleur. Kun je het zien? I agree. Kijk, het past weer mijn nagels. Oh my god. Oh my god. Ik ben wel niet zo extreem voor matchy-matchy, maar bon. Er zit ook nog een mini eyeshadow in. En dan zit er nog één iets in en dat is een brush stroke liner, eyeliner liquid. Love it. Zwart. Enig normaal kleur. Oh, kijk, dit is echt heerlijk. Toch? Oh my god, ja, het is wel mooi. Oké, hoe fijn dat is. Oh, dat is super fijn. Nog fijner dan die van daarnet. En je kunt er ook dikker mee gaan. Een hartje. Kijk, hoe fijn dat is. Oh, je bent echt zo'n Holland. Ik bedoel, dit dus. Ik vind dat echt wel cool. Geen misschien niet. Ja, maar ik vind alleen, omdat je zo excited was, dacht ik echt van dit gaat de shit zijn. Maar dat is de maar het is wel cool, ja. Als je dit in je hand steekt. Als het zomer is of op een festival en af en toe je spuit tussendoor.
Bleef je mee op de hele dag zitten, dat is toch zalig? Ja, dat is waar. Too excited, I know. Too excited. Maar het was... Niks! Hoe meer we drinken, hoe excited het is. Ja, maar niet veel gedronken, vind ik. Velour. Wat is dat? Ik ben wel zot van goudruk, dus dat is al een plus. Laat eens de graffiti zijn. Oh my god! Oh, wat is dat? Oh! Cool. Mag ik dat afzetten? Ja, doe maar. Maar wacht, voor de camera. Ja. Ja. Satisfying. Super tof, dat is gewoon een doos met een video. Er zit gewoon een tv-scherm in. Wat? En de eik is het al het posten. Oh my awesome. God, so cool. Maar dat is wel echt vet. Dat is echt zoiets voor een Sweet 16 party invite van een heels of zo. Oh my god. En zo scherp. En is dat dan mijn batterij? Ik weet niet hoe dat werkt. Oh my god. Oh my god. Oeh, dat komt zelf omhoog. Fuck, zo chic. Oh my god, when you have money. Oké, het is wel echt super nice. Het zijn allemaal valse wimpers. Dan moet ik dat hier nu doen. Zonder gebroken te maken. Tada! Filmpje is wel gestopt. Kunnen we nog een klein afspelen? Nee, nee, dat is niet zo'n kaart, zo'n kaart. Ah, oh ja, ik heb er nu met mijn vette vingers op. Nee, dan ook je toe doen. Oh fuck, dat kapot gemaakt. This again. Oké, dan ook oh, de batterij is los. Ah nee. Maar dat is een iPad in. Zo. Nou, dat is straks kapot schuren. Okay. Maar het zijn wel mooie valse wimpers trouwens. Het zijn echt mooie wimpers. Ja, ik draag eigenlijk niet veel valse wimpers. Ik vind dat nogal much. Oké, okay, A+ voor packaging. Wow, ik zou voor dat we nu geen lashes opdoen. Gaan we dat een andere keer wel testen? Ja. Gaan we dat lashes op jou doen? Het is een USB-poortje. Het is echt een iPad van nee. Maar ja, echt? Sweet. Ik heb ook een free one. Shake it, dinges! Shake. Iedere keer als we een doos wegzetten, neem ik een stof van mijn mask. Oh, goed, want ik zit al verder. Oké. We zitten aan het voorlaatste pakje. Oh, ik ben daar super fan van. Ja, babos. Ik heb dat nog nooit geprobeerd. Oeh, wat is dat? Ah, maar dat zijn niet die ampules. Die mask ampules, voor le lèvre. Komt erin zo. Ah ja, maar dat is echt gewoon zo... Ja, echt een maskerken, maar ik zie soms zo... Ik zo op Instagram heb ik al zo gezien zo van die rode lippen en zo. Die dat is dat, maar dat gaat doorzichtig zijn omdat het van babor is. Cool. Ik wil wel zo eentje een keer proberen. Hoeveel zit erin? 3. Pak die mee naar huis. Nee, 4. Help me? Ja. Yippie, it's Christmas! Christmas came early at the office. Oké, okay, top. Oké, dan zijn we nu al aangekomen aan het laatste pakje. Pizza's here! Yes! Eerst pizza halen. My favorite food. OMG's. Pizza! Lievelingseten! Lievelings! Is dat al gesneden? Ja, perfect. Oh, dat is niet voor mij. Oh, yes. It's a different kind of unboxing. Ja. Oh my god. So good. Ja, nog een refill. Refill. Flessengeluk. Dat deze video meer dan 1 miljoen views haalt. Probably not. Probably not. Misschien moeten we eerst verder unboxen en dan verder eten. Het is toch het laatste. Maar dit stuk nog beter is. Mm-hmm. Oké. Het laatste pakje. Dit is een mega cool pakje. Ja, dat is wel echt cool. Tada! It's a pyramid! It's a glossy pyramid. Ja, en het is met Elia! Oh ja, dat is super cool. Van Elia, een nieuwe collectie samen met Mac. Veel Mac deze week. Veel Mac, but we love Mac and we love Elia even more. Ah ja, ik dacht dat dat zo
geen dingen. Veel. Je moet het dus gewoon zo doen. Oh, cool. Oh. Look how pretty she is. Ik heb eigenlijk niks met Aaliyah. Maar echt? Ja, ik weet niet. Who are you? Dust yourself off and try again. Ja, dat is een goed nummer, maar that's it. Maar zij is wel zo de, hoe zeg je dat? De bakermat. Van wat van de R&B? Ja. Ah ja, dat is dat. Maar hij is zo chic. Krijg je dat werk ook zo als dat koopt? Dat weet ik niet. Zit, oh, en hij heeft zo'n plastic. Dat is echt zo'n zomergeur. Oh ja, daar heb ik een zwembadje. Een zwembadje. Cool. Oh, sorry, ik ben afgeleid. Oh, een sjaaltje. Een sjaaltje. Oh my god, heestig. Je hebt dat echt raar. Ja, sowieso. Eyeshadow. Age ain't nothing. True. Oeh. Oh, dat is allemaal paars. Oeh, en dat is geen spiegeltje. Ah ja, oeh, speciaal spiegeltje. Cool. Hey, is wel een mooie kleur, nee? Ja. Oeh. Maar ook goed gepigmenteerd. Oh. Je kunt nog een keer een smokey eye maken. Hè? Dat heb je goed gedaan, Aaliyah. Oeh, dat is gedaan. Magnetisch. Kijk je. Ja. Dat is wel wow. Mooi, hè? Oké, en dit is... Zet er niet is dat op. Lippen... ding? Ja, dat is glos. Please, doe het nog op je lippen. Oké, okay, we gaan het gewoon op mijn lippen doen. Ja, doen! Ik ga de spiegel aan vast. Make yourself pretty. Ik weet wel niet hoe dat je dat moet doen. Oeh. Dit was zo wel 90s vibes. Zo dat glossy. Sjaal zijn heel allemaal uit. Mmm, I like it. Oeh. Hmm? You look like me when I was 16. Oké, okay, er zat nog iets in, ja. Mmm, dat smaakt naar vanille. Mmm, lekker. Oh, en mooi. Een lipstift, ah, dark red. Is dat dark red of is dat paars? Is donkerrood hoor. Oh ja, oh mooi. Schoon kleur. Mega mooi. Ja, save the best for last, zeggen ze dan, hè. Mogen we dan nu de pizza opeten? Ja, pizza time. Hopelijk vond je het een leuke unboxing video. Ja. Als je hem leuk vond, laat dan gewoon even in de comments weten of je nog een tweede video wil. En dan gaan Asit en ik er werk van maken. Dan doen we dat volgende week gewoon opnieuw. Yes. Met andere boos. Andere boos en ander voedsel. Salut! Thanks for watching. Mwah. Bye.